Welkom hier bij een nieuwe aflevering van Albertus Courant, de vrolijke vlogger. Kondremans, miobari, onwan udi, voelwan opname. Op dit moment ben ik een beetje verkouden, maar dat mag de pret niet drukken. En daarom ga ik toch nog een leuke vlog maken met diverse treinen. In deze aflevering aandacht aan het postvervoer op het spoor. Dat eind jaren 60 tot, ik dacht ergens in de jaren 90 van de vorige eeuw, het postvervoer in Nederland ook op het spoor werd verzorgd. Hier op mijn modelspoorbaan laat ik het postvervoer echter wel rijden door een diesellok, lok 6480. Officieel behoort er een motorpostrijtuig voor deze trein te staan, maar deze heb ik niet ter beschikking. Vandaar de 6480. En natuurlijk laat ik u ook deze groene muizenneus weer zien rijden. De treinstijl uit 1946, mat 46, doet hier ook vrolijk zijn ritjes. Wat ik ook nog heb. Dit is een kaartjesmap dat alleen werd gebruikt in Duitsland in de vroegere jaren door de conducteurs. Dus als men geen kaartje had, kon men dan bij de conducteur een kaartje kopen en het werd dan op deze manier gebruikt en verkocht bedoel ik. Hier een Edmundson kaartje en een blok kaartjes, allemaal zijn ze ongebruikt. Ook de dubbeldekstrein. Getrokken door Elox 1601 en 1604 is weer van present vandaag. Maar genoeg geluld en we gaan nu vertrekken. Zo Kondremans, Biki Matties en beste kijkers, dit is weer het einde van het aflevering Albertus Courant, de vrolijke vlogger. Ik hoop dat hij heeft ervan genoten. Ja, deze boy gaat nu echt slapen. Ik wens alle Kondremans, Sribie Sweetie, Dream Sweet Dream. En nou, tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai, aboen!